Dit is mijn allerlaatste vlog. Helaas, het zit er weer op. Ik heb een maand lang plasticvrij geleefd. Althans, bijna plasticvrij, want dat was toch wat moeilijker dan ik dacht. Wat heeft het me gebracht? Allereerst, ik gebruik veel minder wegwerpplastic. Twee, ik ben heel anders ook gaan kijken naar consumeren. Ik was al veel meer bewust bezig met, nou ja, hoe kan je gewoon minder kopen? Want uiteindelijk alles wat we kopen wordt afval en al dat afval moet ergens naartoe. En drie, ik heb persoonlijk ben ik nog meer gemotiveerd om in mijn werk bij te dragen aan deze enorme missie om minder plastic te gebruiken, maar ook gewoon met z'n allen veel bewuster te leven en te realiseren dat alles wat wij doen uiteindelijk ergens effect heeft. En dat resulteerde er eigenlijk in dat ik deze week meerdere dingen heb gedaan, waaronder Social Impact Lab heb gepresenteerd in Rotterdam van PwC. En daar zijn allemaal start-ups die, nou ja, onder andere ook alternatieven voor plastic bieden. En daar kwam ik deze partij tegen, Mumo, uit Turkije. Superleuke start-up ondernemers. En die hebben dus een alternatief voor plastic verpakkingen bedacht. En dit is gemaakt van een soort bijenwas. En daar kan je dus, nou ja, je broodje kan je daar gewoon inpakken. En als je hem weggooit, dan breekt het gewoon automatisch af. Maar je kan het ook nog een keer gebruiken, zo vaak je wil. Dus daar was ik heel erg door geïnspireerd. Ik heb ook een symposium geleid bij HBC. Dat was heel, heel erg inspirerend. Dus er waren allemaal wetenschappers. Het werd geopend door Diederik Samson, die met het klimaatakkoord bezig is natuurlijk. En dit was voor mij echt een moment dat ik me realiseerde, dat er eigenlijk al heel erg veel gebeurt. Want zulke grote bedrijven zijn ook echt bewust bezig met een circulaire wereld. En de toekomst waar we met z'n allen naartoe willen. Maar ook dat het echt kleine stapjes zijn. Ik ben onderweg naar Made Made, en dat is een productiebedrijf waar ik mee samenwerk. En we gaan editen aan de documentaire Plastic Sailors. De documentaire die ik voor National Geographic aan het maken ben. Ik zit al weken in de editkamer. En vandaag mocht jullie even meekijken. Vind je het leuk om met mij te editen? Ik vind het heel leuk. Wil je op mijn vlog? Nee. Hopen natuurlijk een groot publiek te bereiken en ook te laten zien van zelfs in voor de kust van Denemarken is er gewoon heel veel plastic in zee. Grappig genoeg kreeg ik deze week ook een berichtje van mijn vriend. Die zit nu in Zanzibar, waar hij onder andere werkt aan een waste management bedrijf. En die stuurde filmpjes van plastic vervuiling in Zanzibar. En dat was voor mij wel echt schokkend. Maar dat was deze maand. Dankjewel Circle voor deze uitdaging. Ik vond het echt een super leerzame uitdaging. Dat was het. Heel erg bedankt dat jullie naar mijn vlog hebben gekeken. Ik hoop dat jullie het allemaal een beetje hebben uitgehouden. Want ik vond het hartstikke spannend om voor het eerst in mijn leven te vloggen. En ik hoop dat het enigszins inspirerend is geweest. En ik hoop heel erg dat jullie ook hier wat aan hebben en minder plastic gaan gebruiken. Want met z'n allen komen we echt heel erg ver. Dankjewel!